Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. RBC. Henk Vos. Van Roenhout schuift hem binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Penalty Gerry Voets. Jullie zijn het helemaal. En het is raar. Oranje jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. Is de sensatie die zijn weerga niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal. Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van podcast De Luiten. We zijn lekker onderweg, Erik. Ja, we zijn in Roosendaal. En stadslucht maakt vrij, dus ja. Ik heb er zin in. We zitten in de lobby van Hotel Tongerlo. Geen sponsor, maar wel een echte RBC'ersplek. Ja, klopt. Corné, onze elftalleider, is hier bedrijfsleider. En we zitten naast Sint-Jan, vlakbij het bordes van het raadhuis, waar we natuurlijk ook een keertje goed feest hebben gevierd. Als ik over mijn linkerschouder kijk, dan zie ik Alanya. Daar heb ik ook regelmatig gegeten. Dus, inderdaad. Nee, topplek. En dat is ook omdat we eventjes kort terug gaan kijken naar die uitzending met Maaskant. Hè? Dat was hier aan de linkerkant inderdaad, naast Sint-Jan, bordes van het oude raadhuis, waar wij opkijken. Daar was het epicentrum van waar Maaskant uiteindelijk over sprak. De promotie, het feest. We hebben de krant hier ook. Die ligt hier ook. Eventjes bladeren door de krant heen, want er staat ook een mooi artikel in de krant weer over RBC. Dennis Kas heeft iets geschreven met John van Loenhout. Alles wat rest, dubbele punt, haakje openen, geschiedenis, haakje sluiten. Ja, maar wel een mooie geschiedenis. Ja, vind ik wel. En als je het artikel leest, dat vind ik wel leuk, dan zie je dat Dennis Kas de beelden die wij online hebben gezet heeft doorgestuurd naar John van Loenhout. En dat hij die heeft bekeken samen met zijn zoontjes, die volgens mij 15, 11 en 7 zijn. Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. En ik vind het ook wel mooi dat zijn zoontjes dan kunnen zien. Ja, wat voor een fucking eindbaas dat hun vader was. Nou, jij bent meestal van het citeren. Laat ik dat nou voor deze keer even doen. Uit de krant, Ben je in de Stem. Het wonder van Roosendaal vierde deze week zijn 20ste verjaardag. Reden voor de mannen van Podcast De Luiten, een RBC-podcast, om de beelden op YouTube te zetten. Van de allesbeslissende na-competitiewedstrijd tegen Excelsior. 2-4, twee keer van Loenhout. Nou, dat weten wij wel. De huldiging op de markt, interviews en nog veel meer. Van Loenhout heeft ervan genoten. Leuk om terug te kijken. Ik heb het aan mijn kinderen laten zien. Een lesje voetbalgeschiedenis voor zijn 3 zoons. Nou, ik vind het heel speciaal dat onze held, mijn held, Johnny van Loenhout, dit aan zijn kinderen laat zien. En dat kan die laten zien omdat wij daar een kleine faciliterende rol in spelen. Ik bedoel, de beelden zijn van RBC, van Pierre van Oosterhout. Maar wij hebben daar een faciliterende rol in gespeeld. En onze held, die kan dat dan laten zien aan zijn kinders. Dat, ja, dat vind ik echt mooi. Ja, dat maakt me wel een beetje trots ook, Erik. Ja, nee, zeker weten. En heel terecht. En we moeten John van Loenhout gewoon een keer uitnodigen, man. Dat moeten we zeker doen, want die heeft een goed verhaal te vertellen, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Vanaf zijn 12e Het moet wel een beetje met ondertiteling, want hij praat wel heel plat bergs, moet ik wel zeggen. Ja, nou, daar kan ik geen uur naar luisteren, hoor. Nee, dat vergeef hem dan maar. Dan word ik een beetje agressief. We knippen hem op in 2. We knippen hem op, zeker. Nee, maar vanaf zijn 12e weer RBC, hè. En ook alles meegemaakt, 2 keer gepromoveerd. Dus die moeten we zeker een keer uitnodigen om in ons online medium te gast te zijn. Zo wordt het benoemd. Ja, online medium. Inderdaad, we zijn geen podcast, we zijn een online medium. Ja, wie schreef dat nou? Online medium? Was dat Ben je in de Stem? Het was Ben je in de Stem inderdaad ook, ja. Ben je in de Stem was dat? Of was dat de NOS? Dat was de NOS, denk ik. Was de NOS, ja, was de NOS. Ja, het lijkt wel alsof we uit onze losse pols gewoon even alle belangrijke media in Nederland kunnen benoemen. Maar ja, kind aan huis op de Mediapark. We zijn opgepikt, hè, met de podcast. Zo is het. Het gaat ergens om. Nou, en wat mooi dan daarvan is dat RBC dus ook wordt opgepikt. Precies. RBC leeft, jongens, en supergoed. En ter eer en meerdere glorie van Oranje-Wit. Ja, zo is het, zo is het. En een hoop enthousiaste reacties gehad op de aflevering met Maaskant, hè. Was heel leuk. Dank daarvoor. En het was heel leuk om te doen. We gaan ook eventjes terugblikken op de quiz. Dat is alweer wel weer een paar weken geleden. Maar we hadden via Zoom, via digitaal iets was dat, Twitch, hadden we een RBC-quiz. En dat was een probeersel van ons. En dat was uiteindelijk door iemand bedacht. En dat was Marvin. En Marvin gaat zelf eventjes terugblikken op die quiz. De online RBC pubquiz. Wat begon als een oranje-witte proefballon in coronatijden,
zorgde na een korte pitch in deze podcast al snel bij mij voor een persoonlijk Pippi Langkousje. Ofwel, na haar bekende uitspraak, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Want een online pubquiz, hoe doe je dat eigenlijk? Ik schreef me in voor wat andere nietszeggende pubquizzen en zag daar steeds dezelfde tool gebruikt worden. Nu nog even uitzoeken hoe dat nu eigenlijk werkte. In de tussentijd pitchten de mannen van deze podcast het idee live op de antenne en kon ik eigenlijk niet meer terug. Gelukkig maar, want dat wilde ik ook eigenlijk helemaal niet meer. En van het een kwam het ander. Wat volgde was een aaneenschakeling van oranje-witte vreugdemomentjes. Van de voorpret bij het samenstellen van de vragen, de gulle gevers van de prijzen die zich spontaan melden, de eerste aanmeldingen, de herinneringen aan mooie tijden, het Eureka-moment toen ons idee ook zowaar technisch bleek te werken en het moment suprême op de avond zelf. Oh ja, en vooruit, zelfs het vaststellen dat Erik de quiz wint die hij zelf zou promoten, leidde tot vreugde. Tot aan daags nadien dat de reacties op social media eensgezind louter positief en enthousiast waren. Want beste luisteraars en deelnemers, eigenlijk waren het jullie vooral zelf die deze pubquiz tot een succes maakten. Van de deelnemer die bij elke vraag waar hij geen flauw idee had Pablo Nino invulde, toevallig samen met Melvin Fleur en Ralf Seuntjes een van de weinige namen die niet voorbij kwamen in deze quiz. En wat te denken van de Jos Brink discussie, die deelnemer Ad tijdens de quiz afleidde toen hij zich naar de voordeur moest spoeden om 5 frikandellen satésaus in ontvangst te nemen. Het vervloeken van Laurens ten Heuvel, die de toegangspoort naar de Eredivisie voor het inpissen had, maar last had van een vliegje op zijn neus. En niet te vergeten alle reacties op dat legendarische moment waarop de stadionspeaker met de microfoon aan de scheids een druiloor noemde. Maar ook Kees Kwakman, die op Twitter tijdens de quiz zijn voorliefde voor Petter Dragoen nog maar eens onderstreepte. Of over het paard getilde verdetten die zonder voorbehouden nog even stevig bediscussieerd werden door supporters. De vreugdedansjes in de voortuin bij het beantwoorden van de eerste goede vraag door menig heen en een fan die zich afvroeg of het halen van bier thuis in de koelkast nu net zo lang zou duren als 10 jaar geleden in het stadion. En niet te vergeten de oprechte vreugde na het winnen van een sjaal, een shirt of een boek. Het maakte het ruimschoots de moeite waard om dit te kunnen doen. Dank voor de credits en we hebben hier ook de nodige lessen geleerd voor een eventueel vervolg. En ik doe daarbij nogmaals de oproep om een opvolger die dit initiatief een passend vervolg wil geven, zeker niet door mij zal worden tegengehouden. Ik wil erbij zijn, als mede-organisator of als deelnemer, maakt mij niet uit. Online of in het supporterscafé is me ook om het even, met of zonder Jos Brinkies, maar voor die ene deelnemer hopelijk wel met tenminste 1 vraag over Pablo Nino. Ja, we zitten hier toch in Hotel Tongelo, bedrijfsleider Corné Verhaert. En misschien wil Corné wel een en ander vertellen over hoe de voorbereiding op het nieuwe seizoen loopt, Floyd. Ja, inderdaad, want dat nieuwe seizoen gaat een keer wel weer beginnen, Corné. Tweede klasse, dat weten we. Dat heeft ook een verantwoordelijkheid. Ik zou bijna zeggen, daar komt hij weer, Floyd. Maar het is wel zo. Ik bedoel, er moet nu wel wat gaan gebeuren. Spelers en zo, ik weet misschien niet of je daar iets over kan zeggen. Maar hoe staat het ervoor, de actualiteit met het RBC van nu? Inderdaad, kan ik nog niet overal op ingaan. Maar de voorbereiding die loopt. Spelers die hebben al toegezegd te komen, maar willen nog iets afhandelen bij de oude club. Waardoor ze nog niet in de publiciteit willen komen. We hebben al wel een voorbereidingsschema, even afhankelijk van de overheid, natuurlijk wanneer we mogen starten. Maar de planning is om in augustus, begin augustus te gaan trainen. Beginnen 2 weken op de Rimboe, lekker in het bos. Even terug naar waar we begonnen zijn, naar de doorstart. Vervolgens gaan we in de 2e week weer trainen in het stadion. 3 oefenwedstrijden staan er gepland. Trainingskamp proberen we te gaan doen. Dus we zijn volop aan het voorbereiden op dit moment. Koosje Waslander is nog steeds de trainer? Die is nog steeds de trainer, ja, absoluut. Dus daarin is weinig veranderd. De begeleiding is in principe hetzelfde. Ton van Enenaam, keeperstrainer. Erik van Bentum, assistent-trainer. Jacques van de U19 is ook dit jaar als verlengstuk bij het eerste om jongens van de U19 door te schuiven. En is uiteraard ook zelfstandig, ja, ook de assistent-trainer bij het eerste. Koos is hoofdtrainer en ik ben elftalleider.
Nou, Johan Cruijff die zei altijd van ga het veld op en heb plezier. Nou is dat misschien voor RBC niet afdoende om alleen met die melding het veld op te gaan in de tweede klasse. Maar voor jou wel als elftalleider, als RBC, heb je er een beetje zin in het nieuwe seizoen? Ja, absoluut. Nee, ik heb er altijd zin in. Ik word iedere ochtend, zondagochtend, wakker van de zenuwen en ik leef altijd erg mee. Dus ik heb er zin in, absoluut. Tweede klasse. Stapje hoger weer. Ik denk mooiere wedstrijden. Gewoon, ja, voor de club heel goed iets dat we gepromoveerd zijn. Het is net alsof ik jou hoor, Erik. Elke zondag met spanning opstaan en zenuwachtig voor een wedstrijdje. Hè? Dat ga je ook, hè? Ja. Gezonde wedstrijdspanning, ja. Nee, maar leuk, man. Ik heb er zin in. Ik ben blij dat RBC weer aan een nieuw seizoen begint. Dat is ook niet vanzelfsprekend geweest. Nee. Tenminste, je kent het hele verhaal. Dus ik heb er veel zin in. En er gaan best wat jongens weg. Er komen langzaam, worden er wat versterkingen al aangekondigd, hè, de afgelopen weken. Dus ik heb er zin in, man. Ja, ik ook. We gaan zien wat het allemaal gaat brengen. Hè? Ja, zeker weten. Zeker gaan wij weten. Door met de uitzending? Ja, want we hadden het al eventjes over de NOS. Kijk, wij stonden daar natuurlijk op. En dat artikel, weet je wel, ja. Toen ik daar geweest was. Was er een gozer, maar ik vroeger, ik nog steeds wel een beetje mee omging. Van FC Utrecht. En ik ga even een brief voorlezen. Ik moet het anders zeggen. Je kent die sjaal wel, die met oranje-blauwe blokjes. Ja. RBC Roosendaal. Nou, die had ik. Velascon. Was in die tijd. Actiesport, Velascon. Die had ik, was ik kwijt. Heb ik hem eentje overgenomen van een andere supporter. Ben ik hem weer kwijtgeraakt, heel stom. En toen stuurde in één keer deze jongen, Cyril heet hij, mij een foto van die sjaal. En toen zei ik tegen hem, van, zou ik die van je over mogen nemen? Ja, natuurlijk, zei hij. En daar deed hij een briefje bij. Hij zegt, ha Erik, hierbij stuur ik je mijn RBC-sjaal. Ik zal hem missen, dat blauw-witte oranje pareltje van uniek textiel van hoge kwaliteit en vol met vergane emotie. Met deze envelop blijven alleen de herinneringen aan de luiten achter, die zelfs op mij, toentertijd diehard FC Utrecht supporter en tegenwoordig al plus 10 jaar seizoenkaarthouder bij Excelsior Rotterdam, best een grote indruk maakte. De sfeer, iedereen in de hekken, de trommel. Ik hoorde van jullie promotie, gefeliciteerd daarmee. Wellicht komen de oude profvoetbaltijden ooit nog een keertje terug. Het stadion staat er al. Alleen nog één serieuze geldschieter investeerde toch? Wanneer je Boulayima weet te traceren, moet een lokale ondernemer uit Roosendaal toch ook een appeltje eitje zijn? Of een Chinese Arabische investeerder? Hoe dan ook, we pakken snel weer een potje voetbal, zoals vroeger gezellig. Groeten, Cyril Prins. En het leuke is, eind jaren 90 kreeg je op een gegeven moment een soort vriendschapsband tussen een aantal RBC'ers en een aantal FC Utrecht jongens. Hij was er daar één van. Hij is toen ook aantal keren bij een wedstrijd geweest van RBC, op de Luiten nog. En één wedstrijd daarvan was RBC tegen Go Ahead Eagles. En dat was in maart 1999. En het is een beetje een lang verhaal, maar het is wel heel leuk. Die wedstrijd werd 0-0. En die jongens wilden een foto maken voor op hun website. Toen zei ik, dus toen liepen wij naar de teletribune. En toen vroegen we aan de steward die daar stond, mogen we heel even in dat hokje op het dak om een foto te maken? Oh ja, is goed, loop maar door, zei hij. Dus wij lopen door, we trekken die deur open. Staat er daar een woedende cameraman van SBS die ons echt afblad. Wat doen jullie hier? Het zou er niet erop en dit en dat. Oh, we hebben aan die steward gevraagd. Wij weer naar beneden, geen foto gemaakt. En na de wedstrijd sprak ik die man aan, van waarom reageerde je zo fel? We hadden het gewoon netjes aan de steward gevraagd. En toen zei hij dat de camera onwijs trilde door die trap. Weet je, want het was natuurlijk allemaal houtje touwtje daar. Dus hij zei, dat hele beeld ging trillen. En het was net bij de enige kans van jullie in de hele wedstrijd. Hij zei, je moet vanavond of morgen maar eens terugkijken bij die ene kans. Dat was Michel van Zundert die op de keeper afging. Hij zei, dan zie je het beeld schudden. Dus ik terugkijken, zag dat hele beeld schudden, weet je wel. En dat was toen ook toen Victor Sikora bij Go Ahead speelde. En er was toen sprake van dat hij naar FC Utrecht zou gaan. Of naar Vitesse. Dus ja, die gasten natuurlijk meteen een sjaaltje van FC Utrecht om de nek van Sikora proberen te hangen en foto maken. Maar Sikora was niet achterlijk, want die wist al dat hij naar Vitesse zou gaan. Dus dat was op 20 maart. Op 21 maart, en nu komt de grap, was het FC Utrecht NAC. En NAC stond toen op degraderen. Die draaide slecht. En er werden voor de wedstrijd van RBC werden er van die vlaggetjes uitgedeeld van Toto Divisie. Of weet ik veel hoe het toen heet, weet je wel. Nou, niemand hoefde zo'n vlaggetje te hebben. En toen zei Cyril en met zijn kameraad René, kunnen wij niet 200 van die vlaggen meenemen? Toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Dan moet je even aan de steward vragen. Dus wij naar de steward toe. Ik weet niet meer wie die steward was. Ik zei, ja, kunnen wij niet gewoon 100 of 200 van die vlaggetjes meegeven aan die jongens? Ja, nee, dat is de bedoeling niet. En toen legden wij uit,
deze jongens zijn van FC Utrecht. Morgen is het FC Utrecht NAC. Zij staan op de Bunnik-site. Die was toen naast het uitvak. Dus het is ontzettend grappig. Als er morgen 200 jongens van FC Utrecht alvast met een Toto-divisie-vlaggetje staan te zwaaien. Zo van, haha, jullie gaan degraderen, weet je wel. Nou, dat is dus uiteindelijk, hebben ze die vlaggen meegekregen. Zijn ze daarmee gaan zwaaien bij Utrecht NAC. Dat werd 2-0. Onze Bredaarse vrienden konden dat maar mondjesmaat waarderen. Dus ja, dat was Cyriel Prins. En die stuurde mij dus zijn das. En, ja. Ja, leuk verhaal. Ja, inderdaad, mondjesmaat appreciëren. Ze zijn heel goed in grappen maken, behalve als het over zichzelf gaat. Hè? Nou ja, als je op het punt van degraderen staat. Dan, dat is pijnlijk, hè? Dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. En weet je, ik heb toen we naar Maaskant gingen al flauw lopen doen over NAC. Dat ga ik niet doen. Nee, het is een prachtige club en absoluut, bestaat nog. Dus, absoluut. En dat van die 55 meter, dat klopte niet. Dat was 60. Oh. Maar goed, dat is verder. Ja. Misschien horen we best wel weer een beetje een gekraak. Net als in de tijd dat we nog in de studio zaten. Maar we zitten hier in de lobby van Hotel Tongerlo. En we zijn weer zo blij dat we mogen opnemen. Dat we een beetje aan het wippen op onze stoel zijn. Dus bij voorbaat al wat excuses voor de bijgeluiden. Maar ja, de bijgeluiden die horen erbij. Want anders zijn het geen bijgeluiden. Ja, precies. Of hoe zit het ook alweer? Ja, we zitten gewoon te keren van de pret hier, Floyd. Inderdaad, ja. We gaan naar het hoofdthema van deze aflevering. We hebben Maaskant gehad, daarvoor hadden we Vermunt. We hebben eens een postbus 1912, we hebben eens een bonusafleveringje met het huidige RBC. Maar vandaag hebben we weer een oud verhaal van de Luiten, van RBC. Twee iconische mensen voor RBC. En wij hebben de zoon daarvan, hebben wij in de uitzending nu. Jij kan vertellen wie en wat, hè? Ja, zeker. Ja, we gaan wat we gaan doen? We gaan het over Jan en Koosje Vergouwen hebben. En wat jij zei, twee iconische RBC'ers, twee Kalsdonkers ook. En wat wel leuk is, ik ben een tijdje postbode geweest. En ik moet het anders zeggen. Ik liep daar altijd rond. Ik had toen zo'n websiteje over RBC en Koosje was daar wel eens. En dan hielp je of dan bracht je wel eens wat papieren weg of wat dan ook. Dus zij wist een beetje wie ik was. Ik was toen ook postbode. Ik had toen haar wijk en ik had een brief verkeerd bezorgd bij Koosje. Dus die had ik bij Koosje in de bus gegooid, maar die had niet bij Koosje in de bus gegooid moeten worden. En daar was ik zelf door die achter gekomen, tot ik verder liep. Was ik een paar huizen verderop en toen hoorde ik een deur open gaan. En toen werd mij in niet mis te verstaan Roosendaals even duidelijk gemaakt dat ik die brief verkeerd had bezorgd. En er stond er ook een buurman buiten. En dat is toch niet normaal, die mensen van de post en dit en dat. En toen zag ze dat ik er was, die kenk van RBC. Nee, dat is een goeie jong. Hij was mijn kennismaking met Koosje Vergouwen. En ja, we hebben hun zoon gesproken, Jacques. Ik kan wel allerlei dingen over ze gaan vertellen, maar dat heeft hij zelf eigenlijk op een ongeëvenaarde manier zelf gedaan. Dus laten we daarna gaan luisteren. Ja, inderdaad. Ik ga toch nog wel even zeggen dat ik bij Jacques aan de keukentafel zat. Een tijdje geleden al heb ik met hem iets opgenomen. Hij had ons benaderd en wij wilden ook iets over de Vergouwens maken natuurlijk. Nou, ik heb bij Jacques aan de keukentafel gezeten. Ik heb daar een microfoontje bij gehouden. En hij vertelt zelf even, het is een chronologisch verhaal, in drie delen opgesplitst. En hij vertelt zelf even wat hij met RBC heeft en hoe het allemaal is begonnen. Mijn verhaal begint in de Telefoonstraat, in het begin van de jaren 60. Wij woonden daar op een flat. En we hadden een prachtig uitzicht van daaruit op het D-veld van RBC. Als manneke van 7 jaar begon ik, wat eigenlijk vrij logisch was als je in Kalsdonk woonde, word ik te voetballen bij RBC. Aan de andere kant valt wel op te merken, mijn opa, die heet dan ook Jacques Vergouwen, die was een van de oprichters, ruim 90 jaar geleden, van BSC. Ja. Ik heb heel wat jaren op de Luiten achter het doel gestaan, als supporter, met mijn transistorradiootje, ja, zo heette dat toen, ja. Transistorradiootje. En dan, ja, dan kon ik de mensen om mij heen, de supporters, informeren over de toestand op de andere velden. Zelf heb ik in alle hoogste jeugdteams mogen spelen bij RBC. En van onze lichting zijn Bert Nulaat, Rob Hellendoorn, die zijn uiteindelijk ook in het eerste gekomen. En op straat, ja, daar voetbalde ik met mannen als Adrie Bierstekers, die jaren in het eerste gekiept heeft, een beetje de voorganger van Frank Bruegel. En met Louis Verstraeten, ja, de goalgetter in de tijd dat we landskampioen met amateurs werden. Ik ben na een knieoperatie gestopt als jeugdspeler in mijn laatste jaar in de jeugd. Ik was toen aanvoerder van de A-top, het hoogste team van de zaterdag jeugd. Ik werd gelijk leider bij RBC
En lid van het jeugdbestuur. Met onder andere mensen als Nout Bominaar. Mijn vader, die was penningmeester. Frans Mies zat erin. Ook voor velen wel een bekende RBC'er. En vergaderen deden wij in de Telefoonstraat. Want we hadden geen eigen ruimte. En ja, we hebben toen een heel nieuw jeugdplan met een aantal enthousiastelingen opgesteld voor de jeugd. En ja, daar gebeurde van alles. Er werden heel veel shirtjes gewassen voor de jeugd. Het clubblad, de Schakel, werd samengesteld. Ja, zelf werd ik op een gegeven moment in begin jaren 70 onderwijzer op de Sint-Georgschool. En dat was onder andere met collega's als Peter Luiks, Peter Klaassen, nou Bominaar ook weer. En al die mannen waren of werden actief binnen de RBC jeugdafdeling. Voor mezelf gold dat ik als jeugdtrainer die leerlingen, en dat waren dan vooral ook een beetje de Kasdonkse talenten, dat ik die mannen dus training gaf na schooltijd bij RBC. Ja, dat was eigenlijk wel best bijzonder. En dan, dan praat ik over jongens als Gerry Voets. Nou, dat was wel Mr. RBC eigenlijk. De gebroeders Molenaar, Mario, Johan. Appie Jurgis. Barry Biestekers. Sjaak Edelbloed. Wat ook een heel groot talent was. Maar die is toen al eerder naar Feyenoord vertrokken. Sjaak Van Etten, de broer van Frans Van Etten. Die woonde in de Lorenstraat. Ja, daar woonden heel wat goede voetballers die we in de jeugd hadden. En die later dus in het eerste terecht zijn gekomen. Later zijn er daar dus scouten spelers bijgekomen. Of spelers die uit zichzelf naar RBC toe kwamen. Praat ik over John van Gastel. John van Loenhout. John Tax. Ali Goré. Henk Vos. Ja, en die laatste, dat is eigenlijk een verhaal apart. Dat ging eigenlijk als volgt. Ik kreeg een tip van Jacco Vermunt. Die gaf mij een tip. Die jongens zaten samen bij elkaar op school. En gelijk een proeftraining mee laten doen. Ja, supertalent. Ja, dat zag je zo. Daar hoef je niet eens zo'n geweldige kenner voor te zijn. En Martin Dijkers, die was toen jeugdsecretaris. Die heeft dat ook een belangrijke rol in gespeeld. Dat Henk ook daadwerkelijk naar RBC toe kon komen. Want laat ik het zo zeggen. Cluzona, dat was de club waar hij speelde. Die werkte, begrijpelijk vind ik wel hoor. Niet zo erg mee. Maar goed, die overschrijving, zoals dat dan heet, hè, als je spelers overgaan, die kreeg Martin in ieder geval netjes rond. Later heb ik nog samen met Nout Bominaar, op verzoek van de schrijver Eddie Jansen, meegeholpen aan een soort biografie, zou ik bijna zeggen, over Henk Vos. En dat was onder de titel Enfant Terrible. Dat waren prachtige jaren bij de C-top van RBC. Want die mannen, die talenten die ik noemde, die kwamen eerst in de D-top. Dat was van 10 tot 12. En daarna was het de C-top, 12 tot 14. Nou, die C-top die heb ik dan zelf jaren mogen trainen. En 18 jaar samengewerkt met mijn collega jeugdleider Rinus van Kuik. Nou, die kerel die had ook geweldig veel voor over naast een drukke baan bij Van Pol Suikerbuik. Helaas, ja, hij kreeg een vervelende ziekte en toen moest hij stoppen. En toen heb ik nog een aantal jaren mogen samenwerken met Jan Dankers. Ook prima jaren. Jan die woonde vlakbij het stadion in de Rector Helmondstraat. En dat was naast Kees Franke. Dat was een van de treinknechten. Ook voor veel RBC'ers wel een bekende persoon. Bekende Kasdonker. Nou, ik heb naderhand nog jaren nadat ik bij de C-top gestopt was. Ik kreeg ook zelf kinderen. Toen ben ik nog op verzoek een aantal jaren trainer geweest van de E2 en de D2. Daar speelde mijn jongste zoon dan ook in. Ja, dat waren dus de mindere voetbalgoden, zullen we maar zeggen. Maar ja, wat mij betreft was mijn inzet en plezier even groot. En we waren ook best succesvol mee met die jongens. Dus dat waren ook mooie jaren. Hoogtepunten, als ik het voor mezelf mag zeggen, in de jeugd. En ook voor veel jeugdspelers, dat zal zeker nog herkenbaar zijn bij de luisteraars. Dat waren de zomerkampen in Westmalle. Die organiseerden wij midden in de zomer. En daar kon op zich ieder jeugdlid voor inschrijven. En dat was eigenlijk geweldig. Dat was op het terrein van de scouting. Die hadden nog nooit een voetbalclub gehad in die tijd. En wij zijn daar met een groep van, groep van 40 jongens. En dan de nodige burgerleiders, ook mensen die ik er straks al een keer genoemd heb. Ja, zijn wij daar naartoe geweest. Nou, dat was geweldig. We lieten ook mensen als Kees Vermunt, Twan Matthijs, lieten wij komen om training te geven. En daarnaast, voor de C-top, was het internationale vierdaagse toernooi met Pasen in Mechelen.
internationaal toernooi. Ja, was ook onvergetelijk. Bleef ik, heb ik nog de beste herinneringen aan. En daar ben ik zeker niet alleen in, denk ik. Ja, bij de supporters vermoed ik dat ik het meest bekend ben als een van de begeleiders van de penaltybokaal op de Luiten. Samen met Pierre van Oosterhout dus. Die penaltybokaal was overigens een idee van Alboominaar. En als begeleider van de mascotte, de wedstrijdmascotte en zijn familie. Daarna schreef ik veel in de Clubblad de Schakel. En had er aan het RBC Magazine. Daar werkte ik samen met Henk Klaassen, de speaker. En die vroeg op een gegeven moment aan mij van... ja, Jacques, kun jij niet een rubriek in het programmablad zetten? Ja, dat vond ik wel een leuk idee. En zo ontstond de rubriek Inswingers. Misschien wel eens gelezen. Er werd veel gelezen, begreep ik, ook door scheidsrechters die de wedstrijd kwamen fluiten. En eerst gingen kijken of er iets in stond over hun of over, ja, over hun club misschien. Ik schreef dat onder de pseudoniem Spits. Dus misschien dat er nou een aantal mensen zijn die zeggen, oh, was jij daar? Maar ja, kijk, als je lezer van de VI bent, Voetbal International, daar staat nog steeds een rubriek in, Het Wereldje. Vind ik zelf erg leuk. Maar eigenlijk wat ik toen deed, dat was een beetje de voorganger. Alleen bij mij was het ja, liefdewerk op papier uiteraard. Maar ja, dat, persoonlijk vond ik dat heel leuk om te doen eigenlijk. Erik, was jij er op de Luiten bij toen die ene minuut stilte was voor de vader van Jacques? Ja, zeker weten. Het was muisstil en een heel intens moment. En Jacques, de zoon van, weet het ook nog goed. Ja, en op de Luiten is mij vooral ook bijgebleven de één minuut stilte. Ter nagedachtenis van mijn vader bij de wedstrijd RBC NAC. Dat was eind 2000. Dat is een beetje een jaar na zijn overlijden. Is er een één minuut stilte bij RBC NAC geweest. En het regende geweldig. We stonden daar in de stromende regen. Met een grote paraplu, mijn moeder en ik. Stonden we daar vlak voor de kantine eigenlijk, de jeugdkantine. Nou, dat was indrukwekkend. Het was ook muisstil. Een compliment voor die NAC-supporters eerlijk gezegd. Ja, dat was wel een heel mooi moment. Eind 2000 was ook voor mij en voor vele RBC-supporters het afscheid van de Luiten. Voor mij was het als, eigenlijk na 40 jaar eigenlijk. Dat ik dus er ook mee moest stoppen op de Luiten. Ja, ik moet er wel bij zeggen, ik heb tijdens mijn huwelijk nog 25 jaar dus actief mogen zijn als vrijwilliger voor de jeugd, voor RBC. En niet omdat ze nou de dag de grond erbij zit, maar zonder steun van mevrouw Anzak dat natuurlijk nooit voor elkaar gekregen. Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Daar heb ik niet alleen over het wassen van shirtjes en tenues en trainingspakken, maar dat gaat veel verder, veel breder. Maar goed. Laat ik nou naar degene gaan die ook voor mij natuurlijk een enorme inspiratie waren. Dat waren mijn ouders, binnen RBC bekend als Jan en Koosje Vergouwen. Ja, dat waren eigenlijk de vertegenwoordigers voor al die vrijwilligers die RBC in de 70, 80, 90 jaren op de landelijke kaart hebben gezet. Want dat is wel gebeurd zo. Nou, over mijn ouders staat er in het boek... van 105 jaar RBC, ik noem het altijd de RBC-bijbel, staat ook terecht een heel artikel. Krijgt ook de nodige aandacht. Maar het is waarschijnlijk wel leuk voor de luisteraars dat ik dat nog wat kan aanvullen met anekdotes, wat verhalen over hun, die we met een aantal mensen met hun hebben meegemaakt. Wou ik beginnen met een verhaal wat eigenlijk... zich afspelen onder de oude tribune, de tribune aan de Telefoonstraat. Daar hadden we helemaal aan de linkervleugel hadden we een hele kleine ruimte. En die mochten we dan van het bestuur gebruiken als een soort jeugdruimte. Dat was heel klein. En mijn ouders die schonken daar in de rust, schonken ze dan koffie voor een klein clubje vrijwilligers. Meestal mensen vanuit de jeugd actief waren. Nou, dan gingen we in de rust dus langs de zijkant de tribune af. En dan mochten we van de steward er langs. Die kenden dan wel de mensen die erin mochten. En dan schonken mijn ouders daar koffie. Daar waren we met 30 mensen binnen. En er waren ook mensen bij als Toon Verbraak en zoon Arthur. Toon die deed heel veel schilderwerk voor de club. En, nou,
Dan, ja goed, daar kwam daar ook op een gegeven moment chef Matthijssen binnen. Chef Matthijssen, die was slager op de Bredase baan. Vader van Twan Matthijssen dus. En chef, ja, die hield niet van koffie. En dat was altijd mooi. En dat was ook het moment waar mijn vrouw ook, die stond er ook te helpen, op zat te wachten dat chef een kopje kreeg van mijn moeder. Dan haalde ze onder de bar uit. En dan zat er oude Klaren in. En dan zei chef, goh, Koosje, wat is die koffie toch altijd hier? Heet die hier zo? Dat vonden wij dus wel grappig. Ik denk dat er weinig mensen in de gaten hadden dat hij dat kreeg. Ja, chef, dat was eigenlijk een beetje een sponsor. Hè, voor de jeugd bij de toernooien, dan leverde chef de vleeswagen eigenlijk. Hè. Dat was eigenlijk het verhaal. Dan, naderhand kregen wij een eigen jeugdhonk. Het JOC, dat was de afkorting, jeugdopvangcentrum. Daar stond tussen het hoofdveld en het trainingsveld. Stond dat. Ja, je kunt ook de jeugdkantine noemen. En op een gegeven moment, dat was het eerste seizoen in betaald voetbal, 1983-84, was de wedstrijd RBC NAC, uitgesproken RBC NAC. En wat gebeurt er? Wij stonden daar met een aantal mensen voor kantine, stonden wij. En dan gingen wij in de rust, gingen we dan koffie drinken. Maar het was die wedstrijd natuurlijk, die dag was het een wedstrijd ja, waar de politie... nogal tegenop zag. Er was nog nauwelijks ervaring met zo'n wedstrijd in het betaalde voetbal. Er was zelfs ME op de been die dag. En de kantine was dus afgesloten. En eigenlijk stond er in de buurt van de kantine geen politie of zo. Want ze dachten, ja, daar gebeurt toch niks. Dus wij, de deur ging open, wij in de rust daar naartoe. Om een bekertje koffie te krijgen daar binnen. Met dat kleine groepje supporters. En wij staan nog maar net binnen. En komen er dus... uit het niks komen er NAC-supporters naar binnen. Van die jonge hooligans, zullen we ze maar noemen. Nou, die begonnen vervolgens de wc's af te breken. Nou, ik kan me nog wel herinneren dat ik met een paar mensen via de keuken naar buiten ben gerend. Om te kijken of ik een agent tegenkwam. Dat hij wat versterking kon halen. Dat er wat geholpen kon worden. Nou, voor de rest waren er mensen die langs de zijkant wegkwamen. Mijn ouders die stonden daar nog steeds achter die bar, hoor. En op een gegeven moment komen die gasten dus werkelijk die kantine binnen. En dan was het zo dat er dus achter in de kantine over heel de breedte een grote prijzenkast was. Met prachtige prijzen van de bekers. De bekers die de jeugd gewonnen had op allerlei toernooien en dergelijke. Nou, die mannen dus, die dachten van nou, die gaan we ook eens even afbreken. En wat gebeurt er? Mijn moeder die gaat ervoor staan. En die zegt tegen die gasten. En dan moeten we dus durven om alles hier af te gaan breken wat die mannen van de jeugd er eigen voor in het zweet hebben gewerkt. Nou, ik snap niet hoe ze het durfden. Hoor. En wat er gebeurde, weet ik niet, maar die gasten die gingen weer weg. Die deden dat dus niet. Nou, daaraan zei ze dus van ja, ik stond te trillen op mijn benen. Ja, dat geloof ik dus wel. Nou, dat was eigenlijk ongelooflijk dat ze dat deed. Dat was een mooi moment. Ja, mooi, wat je mooi noemt, maar het was wel een heel speciaal moment. Op een gegeven moment op een zaterdagochtend. Toen waren er een aantal jeugdwedstrijden voorbij. En een van die jongens die een wedstrijd hadden gespeeld, dat was een van die mannen van Didi. Daar hadden we er heel wat van, een groot gezin. Marokkaanse jongens. En ik denk dat het Khalid was. Khalid. Ik heb hem ook nog in het elftal gehad. Een aardige jongen verder. Een groot talent. En die was met een bal tegen de kantinedeur aan het trappen. Nou, dat duurde niet lang of... Mevrouw Vergouwen die kwam even naar buiten om eens te kijken wat er aan de hand was. Dus die kreeg eigenlijk even te horen hoe het beter kon, laat ik het zo stellen. En toen hij dat allemaal aangehoord had, toen zag ze zijn schoenen. En dat waren gewone schoenen. Toen zei ze van, heb jij daar vanochtend op gevoetbald, jongen? Ja, mevrouw, ik heb ook niks anders enzovoort. Toen zei ze, wat voor maat heb jij? Nou, hij noemde ze een maat. En een week later had hij dus voetbalschoenen, hè. Daar regelde ze dan voor zo'n gast. Als ze eerst dus even de mantel uitgeveegd. En daarna kreeg je daar. Ja, daar was ze ten voeten uit. Vandaar dat ze ook nogal eens genoemd werd de tweede moeder van de RBC-jeugd. Maar dat zit hem ook in dat soort verhalen eigenlijk. Dan bij RBC, in de jeugd, dat de jeugd nog steeds een hele goede naam heeft, dat is ook te danken aan het feit dat er al vroegtijdig aandacht is besteed aan studiebegeleiding. En dan kan ik een verhaal vertellen dat eigenlijk mijn vader daarin een beetje een voorloper is geweest. Onbedoeld, maar hij was het wel, denk ik. Dat was een jongen die kwam uit Noordhoek en die zat op de Norbertus.
En ja, die kwam dus 's avonds bij RBC trainen. Dat was de opzet. Maar ja, dan zat er een gat qua tijd tussen het einde van de school en de training. Ja, toen zei mijn vader, nou, daar weet ik wel een oplossing voor. En dan ging hij dus, 's middags met zijn zakje brood, ging hij naar de kantine. Had hij tegen die jongen gezegd, zorg maar dat je er zo en zo laat bent. Dan ben ik er ook. Dan laat ik jou binnen. Dan kun jij studeren. En dan drinken wij naar de hand wel een bak thee en eten wij samen onze boterhammen op. En zo gebeurde het. En mijn moeder die kon thuis alleen eten. Dat deed hij dan gewoon, dat soort dingen. Ja, dat was ook wel typerend te noemen voor hem eigenlijk. Dan kom ik op de Gazet, een stukje uit het blad De Gazet, wat veel Roosendaalers misschien nog wel kennen. Daar stond op een gegeven moment in 1997 een artikel onder de kop, geen vakantie voor tante Koosje en Jan Vergouwen. En uit mijn moeder... Smond werd het volgende opgetekend. Overigens ook nog wel leuk om te vermelden dat er in hetzelfde artikel stond dat Jan Pollemans haar mijn sportvriendin noemde. Ook wel leuk. Maar het volgende werd opgetekend uit haar mond. Kijk, RBC is vanouds een club van Kalsdonk. Nu niet meer natuurlijk, maar die sfeer heerst er nog steeds, dat familiegevoel. Vaders die vroeger bij Jan in het elftal zaten, komen nu hun eigen kinderen brengen. Och, je houdt er toch een grote vriendenkring aan over en leef met ze mee. En je leest ook in datzelfde artikel dat ze ook de mooiste herinneringen hebben beleefd aan buitenlandse toernooien met de zondagjeugd. Zo'n beetje de tijd, de kweekvijver voor het eerste elftal. Buitenlandse toernooien met een trainer als Piet Bruinings. Jaren het eerste gespeeld, ook een van de grote drie. Kees Vermunt, Kees Kools, Piet Bruinings. En verzorger Kees Nulaat, die was daarbij. Dat was de vader van Bert. En je had als tolk, alles in Frankrijk, hadden ze meneer Rinus Luyps. Iemand die bestuurlijk veel gedaan heeft. En eigenlijk de voorloper als speaker was van Henk en Carla Klaases. Later had mijn vader een hele goede klink met de latere jeugdtrainers. Zoals Pierre van Al, op de eerste plaats te noemen. Maar ook een goede band met Henk van de Ven ook. He, waren dus ook latere tijd dus trainers van diezelfde zondagjeugd eigenlijk. Wat ook heel veel zegt over de instelling van deze RBC'ers, mijn ouders dus. Het volgende verhaal, ze waren toen al aardig in de 50 hoor. Mijn vader die werkte destijds bij de V&D. En dan kwam hij tussen de middag in zijn uniform op zijn fiets naar de kantine. En dan waren heel de ochtend al mijn moeder en mijn vrouw actief geweest. En dan ging je de keuken in. En in die keuken stonden hoog opgestapeld allerlei bierkratten. En dan ging hij dus, terwijl hij nogal kort van bouw was, klein van bouw was, ging hij dus klauterend omhoog. Die volle bierkratten naar beneden en dan die lege daar weer op stapelen. Vervolgens ging hij allerlei vuil afvoeren. Zijn boterhammen eten en ja, terug met de fiets naar V&D. Kwam hij om 6 uur kwam hij weer terug. Begon hij tot 7:30, 8 uur, 8:30 achter de bar mee te helpen. Nou, tot de laatste naar huis ging. Dan vervolgens te voet naar huis, naar de telefoonstraat terug, naar de flat. Omkleden. Te voet langs Janus en Riet Verstraten, de ouders van Louis. Daar waren ze goed mee bevriend. En dan te voet over de Bredaarse baan naar de Oude Meid. Naar het Wapen van Roosendaal, Matthijsje. En dan zaten ze daar binnen, volop leut. En dan ja, 2 uur 's nachts een beetje weer naar huis. Meestal langs de frietzaak van chef Notenboom, die op het eind van de Damstraat stond. Een zak friet. En heel dat stuk weer terug over de baan. Na een hele lange dag, eigenlijk werkdag al, bij V&D en RBC. En ik weet wel dat ze over die terugweg door bepaalde omstandigheden, daar ga ik niet liever niet over uitweiden, dat ze daar wel langer over gedaan hebben. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, echt mooie verhalen weer, man. Dit is het echte oude RBC wat je hier hoort. Prachtig. Ja, het RBC waar wij van houden nog steeds, inderdaad. Onze Hans van den Ende, die heeft ook nog een aardig woordje over voor Jan en Koosje. Wanneer ik aan oom Jan en tante Koosje Vergouwen denk, dan zie ik ze weer voor me. Twee kleine, maar o zo lieve mensen, die hun hele hart en ziel
voor de RBC gaven. Ik zie ze nog voor me met de open dagen die we op de Luiten organiseerden. 'S Morgens kwam je aan, ging je naar de bestuurskamer toe en stond tante Koos al klaar met de koffie en de worstenbroodjes. Onvergetelijke momenten. Maar ook de woorden die ik altijd hoorde van journalisten. Hoe warm, hoe hartelijk ze waren bij de ontvangst van de journalisten. Het zijn twee onvergetelijke mensen waar de RBC nog steeds heel erg trots op mag zijn. Ja, en dan van Hans van den Ende gaan we snel door naar het laatste deel van Jacques Vergouwen. De RBC Actueel stond in 1999, ja, kort voor mijn vaders dood dus, een verhaal over mijn vader. Ome Jan was als het ware het cement tussen de stenen die het gebouw RBC vormde. Iedereen kon goed met hem overweg. Hij stoorde zich wel aan grootspraak, dikdoenerij, holle woorden. Maar zijn typische humor en mensenkennis, dat waren zijn beste wapens. Hij kwetste je niet, maar zette je toch minstens aan het denken. Dat is wel mooi omschreven. Dan een verhaal uit de Volkskrant. Want ook de landelijke pers, ja, die kwamen die jaren bij RBC over de vloer. Daar had Marcel van Lieshout, volgens mij is hij nog steeds actief daar, had hij een column, De Stip. En daar had hij het over RBC. Nou, Marcel van Lieshout die wou eigenlijk in die tijd naar een Europese wedstrijd. Hij had al dromen van Monaco en Manchester. Maar de chef sport zei, ga jij maar eens naar RBC NEC. Op de Luiten. Dus dat was geen Zidane en Figo. Maar kijken naar Marcel Kas, die mogelijk een vervanger was voor NEC van Patrick Pothuizen, bekende NEC'er. Ik citeer nu de schrijver. Gistermiddag zat ik in de perskate van RBC Roosendaal in Sportpark De Luiten, wachtend op de trainers Maaskant en Neeskes. De stoelen voor ons werden niet bezet. Wij met 16 persvertegenwoordigers stonden in crematieopstelling, zoals hij dat omschreef, netjes naast elkaar tegen de wand. Een 67-jarige mevrouw met de rechter onderarm in het gips ging rond met blokjes kaas, plakjes leverworst en flesjes Heineken. Vraag me niet waarom, maar opeens had ik geen zin meer in de toast foie gras bij Monaco of de Schotse zalm bij Manchester United. Schrijft dan Marcel van Lieshout, ja, mooi. En dan vooral wat veel supporters op de Volta-site, waar ook mijn broer een vaste tegel had. Het volgende verhaal zal zeker die mannen aanspreken, want ja, die moesten in de rust, ja, als de bliksem zorgen dat ze in die hoek daarbij dat, laat ik het netjes zeggen, urinoir terechtkwamen. Mijn vader die had vanwege zijn hartproblemen dat hij op een gegeven moment had, had hij toch een uitdrukkelijk verzoek gekregen van niet meer te roken eigenlijk. Hè? En op een gegeven moment was mijn moeder was hem in de rust kwijt. En die dacht waarschijnlijk, ja, hij zal wel even naar de wc zijn. Ja, dat was ook de opzet. Maar dan ging hij niet tussen het sponsorroom en de perskamer. Maar hij liep dus naar die hoek voor de supporterskate die daar stond. Naar die niet zo geweldig ruikende piesbak. Laat het zo maar noemen. Nou, dan stak hij ondertussen dus rustig een sigaretje op. Dat voel je al aankomen. Nou, en dan toen weer even zijn gezicht laten zien bij Koosje. En vervolgens zijn vaste plek op de oude tribune weer bezetten. En moeder heeft wel eens naderhand gezegd, ja, ik vermoedde het wel dat hij dat deed. Maar ja, daar kwam dat als vrouw niet, hè? Nee. Zoals ze dat al zei, ja. Ja. Nou, in ons aller bij aan de stem schreef ooit een van de RBC-volgers, Karel Pleunis. Die schreef de toegift op maandag. En in 1998 schrijft hij onder de kop, onder de titel Koos, het volgende. Ze heeft een gouden hart. Ze kan ook zo lekker ongecompliceerd uit de hoek komen. En of je nou Van Aneghem of de koningin bent, maakt Koosje allemaal niks uit. De gastvrouw in RBC's pershome zegt waar het op staat. Slechts één keer stond ze met een mond vol tanden. Dat was toen Lex Schoenmaker, trainer van Topos in die tijd, om een Bacardi Cola vroeg. Ja, dat ging Koosje boven de Roosendaalse pet. Afgelopen zaterdag, staat er dan in hetzelfde stukje, stelde Adrie Koster, toen trainer van Excelsior, haar voor een ander probleem. Hij vroeg om een alcoholvrij biertje. Ja, en dat had Koosje niet in de reiskast. Geen nood. Ze stapt op Koster af en kijkt hem eens diep in zijn ogen.
Man, pak toch gewoon een gewoon pilsje. Ik heb toch gewonnen? Nou, kostte me mijn stomheid geslagen. Hij knikte maar instemmend. Niks tegen te beginnen. Daar waren, was een stukje van Karel, ja. En dan een mooie afsluiter van deze verhaal. In de perskamer. Ja, wat trouwens heel leuk werk was. Als je maar wist waar je je mond over moest houden. Ik bedoel, jij zult als journalist ook al weten dat waar je veel dingen hoort, maar daar is allemaal niet opschrijft. Nou, ik sprak daar toen Jan Lamers. En ik las recentelijk nog in de VI dat hij nog steeds de clubarchivaris is van de Graafschap. En Jan die zegt van, ik zou best een verslag willen hebben van de plaatselijke krant hier van deze wedstrijd. Kun je het me dan niet opsturen? Ik zeg, ja, dat komt goed joh. En hij zei, ja, dan stuur ik jou gelijk nog een kopie van een stukje uit de Gelderlander. Dat over je moeder gaat. Dat zul je wel niet gelezen hebben, had ik ook niet. En ja, vervolgens vroeg je ook nog van, is er ook iemand binnen de club die wat kan betekenen als voor de geschiedenis van de club, die dat allemaal wat gearchiveerd heeft en dergelijke. Ik meen dat ik toen Arthur Verbraak heb genoemd, maar dat weet ik niet meer zeker hoor. Voordat ik iets kan laten horen uit dat stukje wat uit die Gelderlander, moet ik even het volgende zeggen. Journalisten, dat was op de luiten dus, hè. Journalisten die moesten zich op de luiten melden vooraf in die nieuwe tribune aan de Zwaanhoefstraat. Daar zat ik dan ergens binnen en dan deelde ik badges uit aan die journalisten. En dan konden ze met die badge oversteken van die tribune naar de andere kant, naar de perskamer zeg maar. En zonder dat de stewards zeiden van, wat kom jij hier doen, daar mag er niet langs. Dus, maar dan wisten ze, ja, zeker in het begin wisten journalisten dat niet. Dus die kwamen daar allemaal bij die perskamer uit waar mijn vaders en moeder zaten. Ja, en dan kregen ze dus te horen dat ze daar dus verkeerd zaten. En dat kon zo niet. En, je moest naar de andere kant toe. En, want ja, als zonder bed, ja, daar komt er niet in en je komt de tribune niet op. Dus mopperend gingen die journalisten dan naar mij toe. En even later, ja, dan kwamen ze daar weer terug. En dan waren er verschillende bij, ja, die hadden die badge gewoon in de jaszak gestopt. En dan gingen ze persoonlijk opspelden, die badge. Ja. En dan zeiden ze ook, ja, regels zijn regels, wij moeten ze alleen maar uitvoeren, hè. Ja. Nou, na de wedstrijd gingen ze rond met stukjes kaas, plakjes worst, wat dan in dat stukje vermeld staat. Maar eerst de badge inleveren. En dan citeer ik... Tante Koosje blijkt een prima gastvrouw. Een broodje, neem er maar twee hoor. En het was... dat stukje dat beschrijft dus eigenlijk... De laatste wedstrijd op de Luiten. Tante Koosje, mijn moeder moet dus noodgedwongen afscheid nemen van dat perskamertje. Dat jarenlang het domein is van haar en haar man. Nou citeer ik overigens weer de Gelderlander, als ik het zo zeg. En dat stukje eindigt met... Het nieuwe stadion van RBC zal het zonder de authentieke voetbalsfeer van Tante Koosje's persruimte moeten stellen. Nou, gelukkig is mijn moeder nog 3 jaar, ondanks de ziekte die ze toen kreeg, met ondersteuning van mijn vrouw dus nog actief geweest als gastvrouw in de perskamer in het nieuwe stadion. En het was een heel mooi moment, eigenlijk een hoogtepunt eigenlijk ook voor haar wel. Dat ze, ik denk dat het stadion een jaar in gebruik was. Dat ze in de bestuurskamer van Jan Pollemans de onderscheiding kreeg van lid van verdiensten van RBC. Die speld werd haar opgespeld in de rust van of na een van de thuiswedstrijden. En die onderscheiding droeg ze geëmotioneerd op. Aan mijn vader. Ja. Binnen de club leefde toen wel het gevoel van, ja, goh, voor Koosje hartstikke verdiend, maar toch jammer dat Jan bij leven dat niet meer heeft mogen meemaken, want hij had het net zo hard verdiend. En dan hadden wij dus op de Luiten, het laatste jaar hadden wij de shootout competitie als opvolger van de penaltybokaal. Dat was eigenlijk een idee van Jan Brouwer. En dat hebben wij dus voortgezet in het nieuwe stadion. Dat hebben we ook 10 jaar gedaan. Dat was heel populair ook. En Pierre van Oosterhout, die had toen een brief naar het bestuur geschreven van, kunnen wij de beker, het was een replica van de beker van de KNVB, de KNVB-beker, kunnen wij die niet noemen naar Jan Vergouwen, de Jan Vergouwen wisselbokaal.
Ja? Nou, en dat vond ze een prima idee. Om op die manier dus hem ook te laten voortleven binnen de club. Ja, en daar gingen Pierre en ik, want wij waren dan de scheidsrechters. Nou, die gingen eigenlijk in weer en wind dat veld op. Maar dat vonden we alle twee niet erg, want we vonden het allebei prachtig. Allebei prachtig, dus dat om de Jan van Gouw wisselbokaal ging. Ja. En ook die jeugdspelers, ja, die mannen waren allemaal even zenuwachtig natuurlijk. Want dat was een vol stadion. Dat was hartstikke, ja, jij was er zelf ook bij. Ja, dat was hartstikke leuk, ook voor die jongens. Ja, wij vonden het ook fantastisch. En toen is dat nog 10 jaar mogen duren. Ja, tot helaas het 2011, het pijnlijke faillissement van de club. Waar toen er ook een einde kwam aan de shootout. Maar ja, toen kwam er een einde aan heel veel dingen natuurlijk wat de RBC betreft. Dat waren mooie verhalen van Jacques. En je kunt de trots horen in zijn stem. Je hoort een emotie in zijn stem. Je hoort clubliefde in zijn stem. Ik vind dat mooi. En specifiek die anekdote over Khalid Didi vond ik mooi. Vind ik heel treffend. Dat is misschien ook een beetje een teken destijds. Hè, van de Kalsdonk toen. Ook natuurlijk een geweldig talent. Het geeft ook maar weer aan dat coach in dit geval hart op de tong. Ook een hart van goud. Ja, Jacques die... Nou, hij was niet zenuwachtig, maar hij was wel heel erg eager, om maar een mooi Rozenaals woord te gebruiken, om zijn verhaal te doen. Ik wil Jacques en zijn vrouw bedanken voor alle gastvrijheid die ik heb gehad bij het ontvangst aan de keukentafel. En hij zat er klaar voor, het microfoontje lag op tafel. Hij had een mooi verhaal voorbereid. En dit zijn de verhalen waar wij naar op zoek zijn. Die kunnen we niet alleen vertellen. Nee. Want dit verhaal van Jacques, wij waren nog niet eens geboren, letterlijk. Bij de grote delen van wat hij vertelde. Dus dankjewel voor dit verhaal, Jacques. En blijf dit soort dingen allemaal naar ons toe sturen. Hè? Via de social media kanalen, via het e-mailadres. Spreek ons aan op straat, bel ons, doe faxen, doe alles wat je wilt doen. Want wij hebben jullie nodig om dit soort verhalen te vertellen. En de podcast De Luiten, die leeft. En die is aardig aan de weg aan het timmeren. Maar dat komt door de verhalen die jullie vertellen. Ja, hè? Absoluut. En wat in dit geval leuk is, is dat Jacques heeft natuurlijk verteld over zijn ouders. Hij heeft daar een bepaalde trots. Maar we waren laatst bij Robert Maaskant. En die heeft ook een en ander over Jan en Koosje verteld. De Vergouwens, noem ik het maar even, van RBC. Het is al lang geleden. We hebben een speciale uitzending over de twee toppers van RBC. Maar jij hebt er ook een speciale band mee, Robert. Ja, die familie staat voor mij echt een beetje voor het oude RBC. Voor het televisietorengevoel, als ik het zo uit mag drukken. Jan ken ik niet zo goed trouwens. Hè. Die heb ik volgens mij maar heel kort meegemaakt toen hij overleed. Maar Koosje, die drentelde altijd een beetje rond. En op zijn Rozendaals niet altijd even positief. En dan soms weer wel. En ik vond het een heerlijk mens. En ik ben ook naar de begrafenis geweest. En daar kreeg je van, ik weet niet eens hoe dat heet, maar van die kaartjes met een fotootje erop en een tekstje erin. En die heb ik echt jaren en jarenlang in mijn werktas gehad. En dat was iets wat ik niet weg kon doen, op een of andere manier. Gewoon een fijn mens. Ik vond dat mooi, weet je wel. Heel direct en die hoefde nergens rekening mee te houden ook. Dus die kon ook van alles zeggen. Vond ik mooi. Een bitprentje in zijn tas. Dat vind ik toch wel echt heel erg mooi eigenlijk. Dat zo'n man dat toch altijd bij zich heeft gedragen. En het televisietorengevoel. Ja. Hij gooit hem er even uit, Maaskant. Wauw, ja. Die moeten wij erin houden, man. Het televisietorengevoel. Dat is wel echt waar ik me heel erg bij verbonden voel. Als een Rozendaler. Ja, ik heb er vlak onder gewoond en daar ben ik opgegroeid. Nee, die moeten we er zeker in houden. Ik wil jou nog even iets vertellen, want jij zegt, ik heb er nou, dit schiet me nou net te binnen. Ik heb er nog vlak onder gewoond. Onze eerste wedstrijd samen van RBC, misschien de eerste uitwedstrijd. Want we waren al wel iets in de leeftijd. We waren niet echt meer pubers. Maar ik heb toen met jou en jullie pa zijn wij toen ergens naartoe geweest. Of wij samen. En we hebben afgesproken. Waar gingen we afgesproken? Waar hebben we afgesproken? Bij de televisietoren. Serieus? Ja, dat weet ik nog goed. Ik ben toen met de fiets naar de televisietoren gereden. Was dat niet die Excelsior RBC? Ik weet het niet 2000, meer. Maar dan in de competitie. Want toen, ik weet nog dat jij toen een keertje mee bent gereden. Toen ben ik meegereden of zo. Want toen kwam ik jou op zaterdag tegen met carnaval. Zoiets. Dat was mijn carnaval. En zei ik, ga je morgen naar RBC? Zei ja, nee man, ik heb geen buskaart. Zei ik, ja, mijn pa die rijdt. Rij ja, alles mee. Jullie pa rijdt, ja. En toen ben ik opgepikt bij de televisietoren. Schitterend. Ja. Wat ik nog even wou zeggen over Maaskant. Hè? Je kunt natuurlijk iemand vragen om iets moois te zeggen over iemand. En dat die andere persoon dan zegt van ja, en ik weet nog dit of dat.
woorden vervagen bij het feit dat Maaskant gewoon met dat bidprintje in zijn tas rondliep. Eigenlijk hoef je niet, als je uit wil leggen hoeveel respect Maaskant in dit geval had voor Jan en Koosje Vergouwen, dat zit hem gewoon in dat bidprintje. Vind ik echt fantastisch. Ja, wij lullen graag de tijd vol en dat vinden we hartstikke leuk om te doen. Dus daar gaan we ons niet meer voor verexcuseren. Nee. Maar het is inderdaad wat jij zegt, Erik. Alleen dat bidprintje, die tas en Robert Maaskant is al genoeg om deze hele uitzending te karakteriseren. Ja, absoluut. Absoluut. We gaan afsluiten met Koosje zelf, want tijdens het afscheid van de Luiten in 2000 sprak Omroep Brabant-verslaggever Ronald Streeter met haar. Al jaren ontvangt ze de pers bij RBC, tante Koosje. Ook een speciale dag, denk ik, voor u, hè? Ja, heel speciaal zelfs. Ik zag u al die oude bekende RBC-spelers weer zien. Wat deed dat met u? Ja, heel veel, want er waren een heel leuk elftal, een hele goede band hadden we ermee. Wie was uw favoriet? Peter Pijpers, Tommy Kesters, ja, allemaal eigenlijk wel. U heeft veel meegemaakt hier, hè, Stadion de Luiten? En vooral het laatste jaar. Ja, want uw man is overleden, heeft het heel zwaar mee gehad, nog steeds denk ik, hè? Ja, het is nog heel zwaar mee, en vooral net snel dit allemaal gebeuren. We zijn heel blij dat ze aan een nieuw stadion gaan, want ja, dat staat erin en dat is ook heel mooi dat ze daar naartoe gaan. Ik vind het heel fijn dat ik die jongens allemaal nog terug ziet, maar ik sta maar alleen. Afscheid nemen, dat doet pijn, ja. Dat is bekend. Ja. Zo ook vandaag van de Luiten? Ja. Ja, wel, want ja, het is toch een beetje mijn club. Een beetje, heel veel, denk ik wel. En als je dat hier dan ziet, en al die mensen en die jongens van toen, dat we toen naar Ajax geweest zijn, op mijn verjaardag, en vergeet het nooit, was prachtig. Maakt dat veel los deze dag bij u? Ja, maakt heel veel los. Ik heb, ja, als ik dan terugkijk, ja. Ook met ja, de trainers die me gehad hebben, bestuur. Maar ik moet wel zeggen, dit bestuur dat we nou hebben, dacht ik nou, als alles voorbij is, dan zien ze me niet meer staan. Maar niemand heeft mij niet laten vallen. Ook niet bij de jeugd, ook niet bij het bestuur. Niemand meer. Ja, dat vind ik ja, prachtig. Als u straks voor de laatste keer wegrijdt van de Luiten, zou wel een heel speciaal apart gevoel geven. Ja, dan laat ik heel veel achter me. Dan denk ik toch aan al die mooie jaren terug. Met ups en downs, maar toch. Ja, ik denk wel dat ik er met een goed gevoel kan terugdenken. Want door mijn kinders zijn wij hier gekomen. En mijn kinders helpen me daar nou weer bij. Dus mooier kan ik het dan niet hebben. Zij zijn van Roosendaal, dan zijn we net als ik.